Hoofdgastenooi is vorig jaar opgezet enkel voor Twin Games. Dus voor de F1 pupillen om een Twin Games te spelen. Nou, Twin Games, voor degenen die dat niet weten, is ja, een voetbalwedstrijd om een kwartveld. Normaal speel je om een halfveld, nu om een kwartveld. Dit is om de ontwikkeling en de balbehandeling van spelers te ontwikkelen, om sneller te maken. Daarnaast hebben we ook een 9 tegen 9 toernooi georganiseerd. Dat is voor de eerstejaars E-pupillen. En die spelen daar 9 tegen 9 op. Vind je het een leuk toernooi? Heb je al veel gewonnen? Niet alles. Nog niet alles. Wie was de moeilijkste tegenstander? Tot nu toe? Ja? Die we net hadden. DRC. DRC. Hebben jullie die verloren of gewonnen? Gelijk. Gelijk gespeeld. Wat vind je zo leuk aan dit toernooi? Dat je lekker kan voetballen zeker? Ja.